sensatie op dak nam al in de eerste minuut. Ingooi voor Lokeren of Aalst, dat is de vraag. De grensrechter zegt Lokerenbal. De aanval gaat dus verder. Meteen voor doel en koor. Enig mooi met een hakje in doel. Maar wat blijkt nu, de scheidsrechter had de ingooi eigenlijk al aan Aalst gegeven. Het Lokerse feestje gaat dus niet door. Lokeren speelt goed en agressieve drukt Aalst tegen zijn eigen doel. De kopbal is van Chris Janssens, fase met heel veel geluk in hoekschop. Aalst kan enkel met overtredingen Lokeren wat afremmen. En uit een van die vrije trappen komt Koller naar doel. Weer is fase paraat. Bij Lokeren is Boetkalp het middenveld weer van de partij. En dat scheelt een flink stuk. Hier speelt hij Ekakia vrij. Voorbij fase, de kans voor Lokeren. Maar Jan Koller slaagt er weer niet in te scoren. Aalst probeert voorzichtig wat tegen te pruttelen. Porte heeft zin om van op afstand te knallen. En kijk, onderkant lat. Danny Dont, vorig jaar nog bij Aalst in doel, komt gelukkig weg. 25e minuut, daar is de Lokerse sneltrein weer. Boetka op links met de voorzet en aan de tweede paal Ekakia. Nu is het wel raak 1-0 voor Lokeren. Een oververdiende voorsprong op dat moment. Van Riel onder de bal door. En Ekakia zegt dankjewel, zijn vierde van het seizoen. Lokeren wil Aalst helemaal uittellen nu. Vonacek die ziet Van Dender komen op links. De linkerverdediger aarzelt niet en plaatst de bal loepzuiver in de rechterbovenhoek. 18 is hij nog maar pas een eigen jeugdproduct, maar met heel veel lef spelend. Dat laat hij hier ook merken. Lokeren 2-0 voor. En Aalst, voor wie er mocht aan twijfelen, doet ook mee. Op het half uur een snel genomen vrije trap van Lauwers naar Van der Hagen. Te snel ook voor onze camera's, want de bal verdwijnt meteen in doel. Iedereen bij Lokeren staat gewoon te slapen, inclusief doelman Dont. Van der Hagen legt hem simpel in de hoek. U zag hem niet, maar het was wel zeker Yves Van der Hagen die scoorde. Aalst put wat moed uit die aansluitingstreffer en Yves Van der Hagen krijgt nog eens een kans om te knallen. Nu met links via Janssens net in hoekschop. Ook de vleesschouwer wil de 6000 toeschouwers tonen dat hij kruid in de benen heeft. Danny Dont zwiert hem uit zijn kooi. 2-1, de ruststand na een uiterst genietbare eerste periode. Na de rust is de eerste kans ook voor Aalst. Van der Hagen speelt Lauwers aan, dat gebeurt hier. Mooi vrijgedraaid en meteen schieten ook Dont met de save. Maar Lokeren is zeker nog niet leeggespeeld. Ekakia hebben we al een poos niet meer gezien, maar hij maakt dat meteen goed. Alles en iedereen voorbij. Terugleggen op Koor, het lukt niet. Weer Ekakia, Vorasek is goed gevolgd. Lokeren twee goals voor opnieuw. Ekakia, de man van de match, zoveel is duidelijk. Heeft meer dan een voet in dit doelpunt. Vorasek heeft de gemakkelijke klus. Aalst had ook nog Temmerman geblesseerd, verliest, reageert, maar doet dat onsportief. Lessen slaat de bal met de hand in doel. Geen zesde goal voor de Deen, wel een gele kaart. Lokeren blijft de counter spelen en op een van die tegenstoten moet doelman Vaze ingrijpen. Maar die twijfelt en dan zie je de bui al hangen. Inderdaad in de voeten van Peniska en de blunder wordt koud afgestraft. Lokeren 4-1 voor. De partij eindigt ook op 4-1. Een dik verdiende overwinning van een agressieve en goed voetballende thuisploeg tegen een al bij al ontgoochelend Aalst.